Nou, dat is de enige beste oplossing. Geweldig. Voorkomen belachelijk. Dat is echt het enige woord wat ik ervoor kan gebruiken. Gemengde reacties op het nieuws dat de Pollar in de Ambachtsweg in Wateringen niet open gaat voor doorgaand verkeer. Tegenstanders van de openstelling, veelal mensen uit de straat, zijn bang dat als de Pollar zakt, het veel te druk wordt in de Ambachtsweg. Rust, stankoverlast meer van auto's, geen lawaai meer, veiligheid voor kinderen vooral, maar ook voor oudere mensen. Wat dan heel erg belangrijk is, is dat de veiligheid nu ook alle aandacht krijgt die het verdient. Want we hebben al jaren gepleit om de weg af te sluiten of in ieder geval veiligheid te verbeteren. Nou, het voornaamste bezwaar is van de veiligheid van de weg, de verkeersveiligheid. De weg zal druk worden, er gaan veel fietsers. En een ander groot bezwaar is het bezwaar van de veiligheidsregio. Het is een hoofdroute voor de hulpdiensten. En met name de brandweer zou er erg veel last van hebben als je allerlei maatregelen neemt om de snelheid uit de weg te halen. Daar denkt de politiek anders over. Een meerderheid van partijen in de gemeenteraad van Westland besluit in september om de Ambachtsweg weer van beide kanten open te stellen. Afsluiting zorgt volgens de partijen voor grote verkeersproblemen verderop in Wateringen. Oud-CDA-raadslid Jan van Rossum is destijds de grote aanjager van het openstellen van de Ambachtsweg. Politieke partijen die een Wateringse raadslid hadden, die hadden allemaal besloten dat die Ambachtsweg open moet gaan. Gewoon omdat ze zien wat er in de rest van Wateringen gebeurt. Ik word nog steeds benaderd, ook nu ik niet geen raadslid ben, met joh, kijk eens wat een ramp het is. Eigenlijk, we kunnen Wateringen 's ochtends niet uit of 's avonds niet inkomen eigenlijk. De kruising bij de Poeldijkseweg vanuit de tunnel, dat blijft een knelpunt. Daar is het altijd al druk. Natuurlijk is het er altijd druk, maar de kruising die is ook nog aan te passen. Zodat het verkeer ook wat sneller daar doorheen zou kunnen gaan. Het is gewoon een ontsluitingsweg voor Wateringen. Ik snap er helemaal niets van. Helemaal niets van. Het idee is nu om de Ambachtsweg te betrekken bij een grotere discussie over verkeersafwikkeling rond Wateringen. Naast de Ambachtsweg staat namelijk nog een nieuwe woonwijk gepland.